Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki feliciteert kabinet Rutte 4. Robbie Makka benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm. Minister Ramadin laat licht schijnen over de huidige COVID-19-situatie. Onderwijs en onderwijsbonden eens over openhouden scholen. Ondernemer en districtscommissariaat Noord slaan handen in één. En vaccineren, van belang voor u en uw medemens. President Chandrika Prasad Santokki heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met dienstbeëdiging tot minister-president in het nieuwe Nederlandse kabinet. Het Surinaamse staatshoofd, dat ook het nieuwe Nederlandse ministersteam feliciteert, wenst premier Rutte en kabinet Rutte 4 veel succes toe bij het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Verder spreekt het Surinaamse staatshoofd de wens uit dat ook in de komende regeerperiode de banden met Suriname worden verstevigd, als ook de vriendschappelijke relatie wordt bestendigd. De president memoreerde ondersteuning van de Nederlandse regering op verschillende gebieden aan Suriname en hoopt de relatie uit te bouwen naar andere terreinen. President Santokki kijkt in dit kader uit naar het bezoek van premier Rutte aan Suriname voor nader overleg, als mede kennismakings- en overlegmomenten met collega-ministers van Suriname. En tot slot spreekt hij de allerbeste wensen van succes en voorspoed uit aan premier Rutte, het nieuwe kabinet en het Nederlandse volk. Robbie Makka is per dinsdag 11 januari 2022 ridder in de ereorde van de Palm. Hij kreeg deze onderscheiding op het presidentieel paleis toegekend. President Chandrika Prasad Santokki memoreerde de uitzonderlijke bijdragers van Makka die hebben geleid tot deze decoratie. President, mag ik u uitnodigen het woord tot de aanwezigen te richten? Dames en heren, welkom. Panditji, erwaarde pandit, welkom. Goedemorgen. Voor mij staat een bijzonder mens, iemand die zijn hart op de juiste plaats heeft als het gaat om ons geliefd Suriname. We hebben het over de heer meester Robbie Souris Makka, geboren op 1 oktober 1969. Deze persoonlijkheid heeft een staat van dienst. Als het gaat om werken in het grensgebied tussen Suriname en Nederland en dan steeds bezig zijn met grensoverschrijdende onderwerpen die hij ook met grensoverschrijdende inzichten behandelt. Meester Robbie Makka heeft in Suriname zijn doctorale studie gedaan aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarnaast heeft hij verschillende internationale studies gedaan op het gebied van recht, geld, economie en fiscaliteit. Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest bij de verzekeringen en het bankwezen, kwam meester Makka op het ministerie van Financiën in Suriname te werken. Hij vertrok in 2004 naar Nederland en is inmiddels jarenlang in dienst van het ministerie van Financiën in Nederland. Meester Makka heeft vele internationale stages en opleidingen gedaan en ruime internationale ervaring op verschillende gebieden in verschillende landen. Meester Makka staat bekend als iemand die jarenlang de Surinaams-Nederlandse verhoudingen heeft onderhouden en gevoed, ook in moeilijke tijden. Vol met initiatieven, als bruggenbouwer en topnetwerker is hij in staat geweest vele zaken voor Suriname op te pakken en te realiseren. Dit in goede en slechte tijden als we kijken naar de Surinaams-Nederlandse verhoudingen van de laatste 20 jaar. We zijn hem daarvoor
enorm dankbaar voor zijn inzet en toewijding. Het juryrapport is duidelijk over de prestaties en de inzet van Robbie Suresh Makka. Om naar voren te komen, de heer Makka. De COVID-19-variant Omicron is aanwezig in Suriname. Dit is vastgesteld aan de hand van de monsters die het ministerie van Volksgezondheid voor onderzoek naar Nederland had opgestuurd. Dit verklaart de huidige explosieve toename van besmettingen. Volksgezondheidsminister Amara Madin gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op de huidige ontwikkelingen rond dit virus. Nou, zoals u weet zitten wij op dit moment in de vijfde golf. Suriname heeft dus vanaf maart 2020 reeds vijf golven meegemaakt. We zitten nu diep in het midden van de vijfde golf. We weten nog niet hoe lang deze golf zal duren. Maar feit is wel dat de golf is gestart rond de jaarwisseling. Waarbij we een explosieve stijging van gevallen constateerden. Ook de aanmeldingen bij de swabposten was enorm. We gaan naar dat we op bepaalde dagen zelfs bijna 2000 testen hebben verricht. 2000 swabs hebben afgenomen. Mensen melden zich niet zomaar aan. En als mensen zich aanmelden, zijn het mensen die klachten hebben. Klachten met griepverschijnselen, klachten zoals griepverschijnselen en klachten die passen bij COVID-19. Maar neem ook in ogenschouw dat wij op dit moment ook heel veel griepgevallen hebben. Dat is altijd zo in Suriname, in januari meestal, dat we merken dat er een lichte stijging is van griepgevallen. Maar feit is dat duidelijk was dat de ontwikkelingen in december, met betrekking tot de feestdagen, waarbij de oproepen van de regering van laten we voorzichtig zijn, we komen net uit die vierde golf, laten we proberen de situatie zo lang mogelijk stabiel te houden. We waren zelfs ergens waar het percentage 5% was en het aantal besmettingen niet eens 10 tot 15 per dag was. Ziekenhuizen waren leeg, afdelingen. ICU's waren al afgenomen tot misschien 2 tot 5 personen die in de IC lagen met COVID. Die situatie hebben we niet lang mogen ervaren. Het was wel een hele aangename situatie, omdat we dus nu vanuit het ministerie al bezig waren om plannen te maken voor de herstart van de reguliere zorg. Het oppakken van zaken die zijn blijven liggen. En dat wij met de hoop dat wij lang in die zonder golf zouden komen te zitten. Echter, we waren ook ervan op de hoogte dat de Omicron variant ontstaan was. Inmiddels alleen 90 landen bevestigd was in december alleen. En dat wij in principe wel het inreisbeleid hadden aangescherpt. En dusdanig gemaakt dat wij de kans op het importeren van een COVID-19 hadden verkleind. Lag het gewoon om de hoek. Want in ons oosterbuurland, Frans-Guyana, was Omicron al heel vroeg in december aangekondigd. En je zag gewoon ook die stijgingen in Frans-Guyana ontstaan. En het was eigenlijk voor ons een situatie van op de rand. Dus toen op 28 of 29 december de cases begonnen toe te nemen, toen begon er een lichtje te branden bij de deskundigen. En was er mogelijk reeds sprake van besmetting. In december zijn er dus inderdaad samples weggestuurd. En we hebben gisteren, dat is op 10 januari, hebben wij de resultaten ontvangen dat Omicron bevestigd is. De details over hoeveel percentage van de samples Omicron waren, die krijgen wij nog. Maar feit is wel dat het laboratorium waar wij de dingen sturen, in Rotterdam, aan ons heeft bevestigd dat Omicron aangetroffen is in die samples. Dus het geeft al vrij duidelijk aan dat de Omicron variant verantwoordelijk is voor die vijfde golf. In samenspraak natuurlijk met het feestgedrag, het negeren van het presidentieel besluit, die beweging in die samenleving, samenscholing van mensen, socializen, onverantwoord, etc. Dus dat is de situatie waar we nu verkeren. We hebben op dit moment gemiddeld rond de 400 cases per dag, gemiddeld hoor.
een besmettingspercentage tussen de 40% en 50%. De R die zit nu is weliswaar gedropt. Scholen in Suriname blijven normaal open. En zo meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De opkomst van leerkrachten is tot nu toe goed te noemen. De departementsleiding en onderwijsbonden zien vooralsnog geen reden tot het sluiten van de onderwijsinstellingen. Wij spraken Gracia Valies Ormskerk. Zij is directeur beroepsonderwijs. We hebben dus gepeld. We hebben gesproken met de voorzitters van de verschillende bonden om na te gaan hoe de opkomst was afgelopen vrijdag. En zij hebben dus aangegeven dat de leerkrachten goed zijn opgekomen, maar de leerlingen dus nauwelijks waren opgekomen. Op sommige scholen waren er 3 tot 5 leerlingen per klas aanwezig. Op andere scholen waren er 10 leerlingen, maar het was sowieso iets minder. Dat hebben ze wel aangegeven. We hebben gebeld met de mensen. We hebben ook vanwege COVID hebben we de mensen niet opgeroepen, allemaal massaal. We hebben gewoon gebeld met ze, de verschillende bonden. We zijn nagegaan met alle voorzitters hoe het zit met de opkomst en hoe ze er tegenover staan om dus verder te gaan met de opening van de school. De protocollen zijn vanaf COVID er is en school hebben we de protocollen aangegeven. Zegt, dit zijn de instructies wat betreft de protocollen. De protocollen dienen nageleefd te worden. Natuurlijk, met de varianten die er steeds komen, moet het verscherpt worden. Maar de protocollen worden wel nageleefd. Dat is de bedoeling althans. Dat geeft het ministerie steeds door aan alle scholen, alle directeuren en natuurlijk ook aan alle leraren. We weten dat ouders, we weten dat de samenleving zich heel erg veel zorgen maakt. Wij van het ministerie maken ons ook heel veel zorgen. Mensen raken overal besmet. Ook op het ministerie zijn er besmettingen. En we zijn er ons bewust van. Wat we wel doen, is er echt voor zorgen dat we goed beschermd zijn. Dat we onze mondkapjes hebben, dat we de Mohana-regels in acht houden. Alleen maar dat zaken voortgang vinden. Want zeg maar, we zijn al 2 jaar mee bekend, waarbij we weten dat dit eigenlijk het nieuwe normaal is. En we gaan een weg te midden hierin moeten vinden. Toch? Hoe we ermee omgaan. We zeggen niet, we willen niet dat mensen besmet raken of erger nog daarvan doodgaan. We willen wel dat er school is, maar rekening houden dat men dus de regels in acht houdt. Toch? En dat de onderbreking daardoor niet hoeft. En als we praten daarover dat de onderbreking niet hoeft, moeten we ook rekening houden dat wij regels naleven. Want het moment wij eigenlijk de regels niet naleven, krijg je dit soort uitspattingen. Dat mensen besmet raken, totale grote groepen raken besmet. En als grote groepen de regels niet naleven, heeft het zijn weerslag in, zeg maar, ook het onderwijs. Je gaat moeten onderbreken weer. En nog eens een keer sluiten betekent dat de achterstand veel en veel groter wordt. Het is bijna niet te overzien meer. We merken het ook aan de kinderen hun gedrag. Toch? Je ziet dat ze een beetje minder weten. Je moet de school laten draaien. Want we moeten ook rekening houden met het kind. Overal ter wereld, want we kijken niet alleen in ons land. Kijk, internationaal, de scholen zijn open. Toch? Dan denk ik dat wij dat ook zouden kunnen doen. Alleen moeten we zeggen, want iemand kan dan zeggen, ja, maar Nederland of Europa is geen Suriname. Maar wij moeten gewoon de regels in acht houden. En als we die regels in acht houden, dan moeten we wel verder kunnen gaan. Don Chendro, directeur-eigenaar van Crioro Broodjes Noord en het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost gaan een public-private partnership aan.
De ondernemer zal onder supervisie van het commissariaat onderhoudswerkzaamheden aan bermen en trenzen verrichten. Hierbij zullen de voorwaarden van het ministerie van Openbare Werken in acht worden genomen. Het gaat bij mij hier omtrent de locatie waar ik nu hier bevind. Wil ik dit gedeelte bij de trends hier zo onderhouden tot die hoek in feite ook erbij. Dat hoek komt zo direct in beeld. We gaan dadelijk meer beplantingen doen. We zijn al hier bezig te beplanten en we houden hier heel schoon, netjes, voor een prettige locatie. Dat is belangrijk. Hoe is uw initiatief ontvangen door de overheid, door de districtscommissaris? Nou, ik heb een heel goede samenwerking met Noordoost. Goed verstaanbaar, dat is heel erg belangrijk. En we moeten nog overgaan naar OW om alles goed recht te trekken, of alles goed kan. Dan gaan we door. Heeft u een boodschap voor andere ondernemers hier in de omgeving, maar ook voor alle ondernemers in Suriname? Nou, bij deze zeg ik direct van hou je omgeving schoon. Ga niet wachten op de overheid. Iedereen weet dat het een beetje moeilijk gaat, maar het gaat loskomen. Het gaat helemaal loskomen, maar laten we ergens beginnen. Hou je omgeving schoon. Dat is het. U heeft als eerst genoemd alleen het beplanten, maar ik heb goed begrepen dat u ook de trenzen laat ophalen zelf en de bermen ook schoonhoudt. Dus even dat u dat ook benadrukt. Ja, dat is wel zo. Kijk, de trenzen, schrik niet, ze groeien verschrikkelijk snel dicht. Maar als je het regelmatig onderhoudt, bijhoudt, dat is belangrijk, het bijhouden, dan lukt het wel. Dan lukt het sowieso. Wat we zien hier is dat deze man volop in beweging is. Je ziet er wordt getimmerd, hij is nog nu bezig zijn zaak uit te breiden. Maar tegelijkertijd kijkt hij niet alleen naar zichzelf en dat is het mooie. Hij zegt, ik wil ook mijn omgeving mooi maken. Want als iets mooi is, dan komen mensen makkelijker daar naartoe. En dat is precies, dat past ook in het beeld wat de districtscommissaris wil. En dat is namelijk onderhoud en veiligheid van de buurt. Ja? En deze jongeman heeft mij benaderd, heeft gezegd, DC, ik neem het initiatief als jong ondernemer om ervoor te zorgen dat hier voorlangs de zaak ik de berm ga onderhouden. Dat kost u niks, gratis. Ik ga een stuk van die sloot ook onderhouden. Kost u ook niks, gratis. Zodat het water vlot kan doorstromen. En zegt hij ook nog erbij, en dat vind ik helemaal perfect, ik doe ook nog de overkant waar niemand woont. En ik moet zeggen, dat is toch top dat deze jongeman zijn eigen effort erin stopt. En dat past precies in datgene wat de minister van Openbare Werken ook zegt. Namelijk private ownership. Dat wil zeggen dat we de bevolking, de samenleving oproepen om ook deel te worden van die oplossing. We weten dat de burgers constant klagen. De sloot is volgegroeid. De berm staat onder hoogwiet. Er is zoveel zwerfvuil enzovoort enzovoort. Maar met klagen komen we er niet. En wat is het mooie nu? Het jaar is pas begonnen en hij heeft gezegd, ik geef het goede voorbeeld en ik roep alle jonge ondernemers op, ook in de buurt hier, om eigenlijk samen dit proces te voltooien. Want als hij begint, dan hopen we natuurlijk dat de buurman aan de overkant het ook oppakt en de buurman hiernaast ook. Uiteindelijk moet eigenlijk deze hele Turkouweg onderhouden kunnen worden door grote ondernemers die hier gevestigd zijn. Het is in hun voordeel. De buurt wordt attractiever, het is schoner, het is mooier. En dat is precies wat we met Suriname willen. We willen een mooi, schoon Suriname hebben. Wat reeds gesuggereerd werd vanwege de ernstige toename van het aantal COVID-19-besmettingen, is bevestigd. De Omicron-variant is aanwezig in Suriname. Deze ontwikkeling noodzaakt het ministerie van Volksgezondheid wederom het belang van vaccineren te benadrukken. Vanwege de Omicron-variant is vaccinatie thans ten zeerste aangeraden en dat men zich houdt aan alle preventieve maatregelen. Dit om ernstige ziekte te voorkomen en verdere verspreiding tegen te gaan. Heeft u symptomen, laat u zich dan testen. Blijf bij ziekte thuis en houd u zich aan de Mohana-protocollen. Onthoud, het gaat om u en uw medemens. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.